Dit natuurgebied heet de Amsterdamse Waterleiding Duinen en ligt net onder Haarlem. Een plek waar jong AZ-speler Jelle Duin vaak te vinden is. Zeker de afgelopen periode, daar hield hij namelijk zijn conditie op peil. Je hebt hier eigenlijk van alles. Je hebt een veldje waar je kan voetballen. Je hebt een grote hardlooprondes. En je kan zelf invullen hoe en wat. Je hebt heuvels, alles, meertjes. Dus ja, hier heb ik de afgelopen tijd heel veel gerend. Nou, in het park heb je ook heel veel herten. En als je, dat is wel leuk, als je aan het rennen bent, dan komen deze beestjes ook altijd. Dat is wat anders dan het voetbalveld. Ja, dat is even wat anders, ja. Maar ja, het is wel gezellig ook. Nee, het zijn leuke beestjes. Jelle doorliep de hele jeugdopleiding van AZ. En afgelopen seizoen vuurde de Alkmaarders hem voor één seizoen aan FC Volendam. Volendam is een heel erg leuke club, heb ik ervaren. Allemaal heel vriendelijk daar en ik werd meteen ook goed opgevangen daar in die groep. Ik ben ook denk beter voetballer door geworden, volwassener ook door geworden. Hier is Duin, de huurling van AZ inderdaad. Hoe kijk je er terug op dit doelpunt? Ja, dus het is gewoon leuk en ook gewoon een mooie goal. Een prachtige goal? Prachtige goal. Ja, ik heb veel reacties op gehad, maar ook natuurlijk dat je tegen jong AZ, tegen je matties eigenlijk, dat je dan een goal maakt. En maakt er op formidabele wijze 1-1 van. Wat een Wim Jonk als trainer dit seizoen. Die heeft mij best wel veel geleerd en ik kijk op zich goed terug op dit seizoen. Een leerzame tijd, maar helaas bekeek Jelle ook de nodige wedstrijden vanaf de tribune door een knieblessure. En dat was voor de jonge spits niet zijn eerste fysieke tegenslag. 4 jaar geleden liep hij ook een zware kruisbandblessure op. Ja, alle blessures zijn tot nu toe allemaal uit duels geweest. Ja, ik zit nog steeds soms over na te denken van hoe had ik het kunnen voorkomen. Maar ja, het is allemaal al geweest. Ik kan er nu niks meer aan doen. Denk je dan ook wel eens van waar was ik geweest als ik geen blessures had gehad? Ja, dat is lastig. Ja, niet echt. Maar je stond natuurlijk wel bekend als een heel groot talent uit de AZ-jeugdopleiding. Ja, op het moment dat ik die kruisbandblessure had, trainde ik eigenlijk ook al vast bij het eerste mee. Ik denk niet echt na over hoe was het geweest als, maar meer van zonder dat het zo is gebeurd, maar ik moet gewoon weer door. Duin en dan is het 1-3. Fraaie goal van Jelle Duin. En door moet hij zeker. Inmiddels bereidt Jelle zich met de Alkmaarse belofte voor op een nieuw seizoen. Ja, ten eerste wil ik natuurlijk fit blijven. Ik heb gemerkt dat als ik lang fit blijf, dat ik steeds lekker in mijn vel kom en dat ik gewoon... Ja, ik moet gewoon minuten maken en ik hoop dat ik zoveel mogelijk ga spelen bij Jong. En daarnaast, als ik een kans krijg bij het eerste op training of iets, dan moet ik die gewoon pakken. En dan moet ik er klaar voor zijn.